5 minuten geleden fietste ik hier langs. En de hummers, de milieuvervuilende hummers, de dikke, vette, patserige limousines rijden hier langs op weg naar hun feestje. En nu staan hier de mensen in het zwart. Wij zijn anarchisten en we hebben de eerste ingang van de Miljonair Buffet 2008 geblokkeerd. Applaus voor jezelf! Wij zetten ons in om geld te verdienen, maar wie wil heel erg? De mensen die op de kantoren zitten, de mensen die geen fuck uitvoeren, de mensen die beleggen in pannen en ze volgens leeg laten staan. Dat zijn de mensen die daar binnen zitten. Dat zijn de mensen die rijk zijn geworden. We pikken niet langer dat er in dit land, in deze wereld, een rijke elite is. En tegelijkertijd dat er mensen zijn die niet eens rond kunnen komen. Die naar de voedselbank toe moeten om geld om eten te halen. Mensen die huizen moeten kraken omdat ze hun huur niet eens kunnen betalen. We pikken niet langer dat deze mensen, dit soort mogelijke rijkdom, hier in de rij aan het vieren zijn. En daarom staan we hier om ze te laten horen wat wij meteen gaan doen. Geef de rijken de straten terug. Steen voor steen. Geef de rijken de straten terug. Steen voor steen. Geef de rijken de straten terug. Steen voor steen. Ik wil even heel duidelijk zijn over onze eisen. We willen geen hogere uitkering. We willen geen sociaal huurwoningje. We willen rechtvaardigheid. We willen dat er geen rijken meer zijn. We willen dat er geen armen meer zijn. We willen weer dat we er allemaal gelijk zijn. Omdat we allemaal deelnemen aan deze maatschappij, aan deze samenleving. Dus wat is er onrechtvaardiger? Dat er rijken zijn en dat er armen zijn. Geef de rijken de straten terug. Steen voor steen. Geef de rijken de straten terug. Om ervoor te zorgen dat de rijke mensen wat meer belasting moeten betalen. We verwachten niet dat de staat wat voor oplossing dan ook bedenkt om ons een beetje te helpen. We verwachten niet dat de staat op wat voor manier dan ook voor een rechtvaardige samenleving kan zorgen. We denken juist dat de staat het probleem is. Dat de staat de elite vertegenwoordigt. En er is maar één oplossing voor dit probleem. En dat is dat de staat in vuur en vlammen verdwijnt. Geef...